Hallo, hier is Wendy. Vandaag laat ik jullie zien hoe je een shirtje zou kunnen opvouwen. Dit komt omdat ik ben gaan opruimen en dat doe ik samen met een aantal leden op een Facebookgroep, Echt Opruimen met Wendy Rademaker. En met een techniek van Marie Kondo. En ik doe het ietsje anders dan dat zij doet, omdat ik het per stapje doe. Dus we hebben sokken gehad, we hebben ondergoed gehad en we zijn nu toegekomen aan shirtjes, t-shirtjes. En dit is dan een shirt met lange mouwen. Je kan ook de shirten met korte mouwen. De techniek blijft hetzelfde. Ik vouw hem zelf altijd al op deze manier op, ook in drieën, maar het kan ietsje strakker. En dat ga ik laten zien. Je legt het shirtje met de bovenkant naar beneden. Je kijkt dus nu naar het ruggedeelte. En ik heb een groot shirt, want ik ben een grote mama, oma zelfs. En we doen deze kant. We verdelen het shirt ongeveer in drie stukjes. En we zorgen dat deze die kant op gaat, ongeveer 1/3. Dus je doet ongeveer zo dat die 1/3 op het shirtje ligt. Hier zie je de lijn. Dan pak je je mouw. Lange mouwen is altijd wat moeilijker als korte mouwen. Heb je een korte mouw, dan is die ongeveer zo. Dat ga ik even laten zien. Heb je een korte mouw, dan vouw je hem gewoon zo terug op het shirt. Leg je hem neer. Heb je een lange mouw, die is even wat anders, doe je hem eerst terug op het shirt, leg hem neer. Dan leg je je hand hier neer en dan vouw je eigenlijk dat mouwtje evenwijdig aan de lengte van je t-shirt. Ik ga het nog een keer laten zien. Je legt hem dus neer, je doet hem eerst terug en zorg dat dan de mouw netjes ligt, want als je hem helemaal kreukelig op gaat vouwen, dan krijg je hem ook kreukelig uit de kast. Dus zorg dat het zo netjes mogelijk is. Je maakt alles even netjes recht. Je hebt hem teruggevouwen. Leg je hand een klein beetje schuin neer op de shirt. Ik sta nu natuurlijk voor de camera omgedraaid. Dus je kan ook zo je hand neerleggen. Maar ik leg hem even zo neer. En dan vouw je die mouw langs je hand. En evenwijdig aan je shirt leg je hem neer. Dat is dat. Dan gaan we naar het tweede gedeelte. Die vouw je er overheen en doe je precies hetzelfde. Het hoeft niet helemaal tot aan de zijkant, maar je hebt weer een klein compact geheel gemaakt. Doe hem weer even netjes recht en bij deze mouw doen we precies hetzelfde. Je doet hem eerst recht naar de zijkant. Dan zorg je dat je mouwtje netjes recht zit en vouw je weer. Je zet je hand scheef, dus je zet hem erop, zodat hij die kant op kan. En vouw het mouwtje over je hand heen. Zo ligt hij netjes in je trui. Het is nu één lange geheel geworden. Dit is een langer shirt. Dus we vouwen deze hier naartoe. Maar in de binnenkant blijven. Hier laat je hem hangen. In de binnenkant blijven. Dan ga je even weer over het merkje. Ik ben niet gesponsord. Is toevallig een merk wat ik fijn vind om te dragen. En ik moet van YouTube even vermelden dat het niet gesponsord is. Ik heb dat gewoon zelf gekocht. Krijg ook geen provisie of iets. Het is toevallig een shirt wat ik uit de kast getrokken heb. Je doet hem dus naar de bovenkant toe. Maar een stukje onder de lijn doe je de hoofd. En dan kan dit nooit op de grond hangen. Wordt het niet smerig. Dit zit in je t-shirt verwerkt. Dan vouw je hem weer of dubbel. Maar nog mooier is in drieën. Dus weer. 1 en 2. En dan heb je weer een shirtje gevouwen tot mooi compact geheel. En dan zeg ik weer, want ik ga het even laten zien. Dit is ondergoed met dezelfde techniek gevouwen. Dat kan je dan in een mandje plaatsen. Dat staat keurig netjes. Je ziet aan de bovenkant welke je wil hebben. Of je sokken. En je sokken staan ook allemaal met de kleurtjes naar de bovenkant. Dus die kan je zo pakken. Deze techniek met vouwen is eenmaal geleerd, zie je dat er heel veel hetzelfde is. En dat je eventjes gewoon moet weten, oh, dan vouw ik hem weer door drieën en de mouw moet even naar binnen. En dan heb je prachtig je kleding weggewerkt. Dit kan je weer in een box doen. Kan je het netjes opvouwen. Maar wil je het nou plat in je kast leggen? En ik ga gewoon mandjes gebruiken, denk ik. Want ik vind dat heel mooi als je een kast open doet en je ziet kleurige mandjes zien. Ik had nu even voor de snelheid een witte en een zwarte gekocht om te kijken, vind ik het wat? Want dat is wel belangrijk. Vind je deze techniek wat? En daarom heb ik deze gekocht. Ik vind het wat en ik ga nu voor kleurrijke, gezellige mandjes,
waar het precies in past. Ik weet dat ik deze maat ongeveer nodig heb voor mijn ondergoed. Dus daarvoor ga ik op zoek. Voor mijn truien zal ik een bredere nodig hebben. En dan heb ik een waarschijnlijk ook langere mand nodig. Je moet ook kijken wat past in je kast. En ik wil dus eigenlijk gaan zoeken naar mandjes die bij elkaar passen, maar wel verschillende afmetingen kunnen hebben, zodat en mijn ondergoed, en mijn sokken, en mijn truitjes allemaal in dezelfde toon staan, in dezelfde mandjes, en dan toch in één kast. En dan heb je echt overzicht. Als dat zo keurig netjes achter op je kast staat, met mandjes, deze zit dan ook zo gezegd in een mandje, heb ik nu nog geen mandje voor, moet ik nog gaan halen. Dat is toch prachtig. Dus dat is de techniek van het vouwen. En je kan hem natuurlijk ook anders vouwen. Ga ik even laten zien. Als je zegt, ik wil het gewoon in mijn kast neerleggen, zou je ook deze aan de voorkant kunnen laten zitten en hem dan zo dubbel vouwen. Heb je ook een heel mooi geheel, maar ik vind het andere mooier, omdat dit weggewerkt is, die voorkant. Even kijken, ga het weer even laten zien. Want die zit erin, dus dan is het niet allemaal zo rommelig. En door het vouwen wordt het één mooi, compact geheel. Dat vind ik er mooi aan. Als je deze techniek ook wil doen, heb je hier al een leidraad hoe je dus je t-shirten kan vouwen. En voor andere dingen die je wil vouwen, zou je kunnen kijken of ik er een filmpje van gemaakt heb op YouTube kanaal Wendy Rademaker. En anders zoeken naar de techniek van Marie Kondo, waar ik dit van afgekeken heb en het mijn eigen heb gemaakt. Dus dat zou je eventjes kunnen doen. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Dag!